We zijn weer terug met een nieuw seizoen van LOL, Last One Laughing. En hier is al een exclusief voorproefje van de eerste 10 minuten. En let op, wie lacht, ligt eruit. Het is echt de hel. Wat had jij? Focus, Ruben, focus. Ik ga er niet nu uit. Dit gaat hard, jongens. En toen begon hij te lachen. Heb ik iemand eruit gespeeld? Welkom bij het tweede seizoen van Last One Laughing. En u weet, hier is maar één regel. Het is verboden om te lachen. Ik ga niet lachen. Wat doe je nou? En niet lachen is gemakkelijk als u gewoon thuis zit of in een zaalshow van Philip Goebbels, maar hier is het quasi onmogelijk. We hebben weer 10 absolute toppers uit de comedy, theater en televisiewereld bereid gevonden om mee te doen. Oh. Welkom bij LOL. Welkom bij Last One Laughing. Dat is geen elf. Onze eerste gast. Ik ben Leo. Ik ben Leo Alkenade. Is mijn leeftijd nog relevant? Weet ik niet. Ergens tussen de 41 en de 43. Ik ben acteur en ik ga proberen mijn lach in te houden. Zo lang mogelijk. Leo is een bekende komiek, acteur. We kennen hem als Erik uit de film Hit de Tatas en van het populaire programma Komt een man bij de dokter. Hij is ook een van de grote sterke mannen achter sluipschutters. En, leuk weetje, Bas Hoeflaak, de winnaar van vorig jaar, was ook een sluipschutter. Oh. Je moet gewoon 6 uur lang op je hoede zijn. Ik ga dat niet trekken. Ik heb die spanningsboog helemaal niet. Het is natuurlijk een beetje onwennig voor hem zo helemaal alleen in dat lege huis. Ik hoop dat hem zich bewust is dat er 40 camera's hangen, want als hij begint te doen wat ik doe als ik alleen thuis ben, dan gaat Amazon een paar klachten mailtjes krijgen. Ik moet zo lachen, gast. Wat erg. Oh, daar is de tweede. Jelke van Houten. Actrice, presentatrice en zangeres. Een vrouw van Henry van Loon. Je deed vorig jaar mee, dus die zal waarschijnlijk wel veel tips gekregen hebben. Nee, ik kan alweer naar huis. Je hebt gelachen. Leo. Eerst komt Jelka binnen. Dus ik denk, hé, dat is mooi. Ga ik haar lekker laten lachen. Kom hier. Kijk, Leo, die hoeft maar één keer met die domme ogen aan te kijken. En dan heb je me eigenlijk al. Is dit allemaal... Oeh! Oh. Oké. Ik ben Rick Paul van Mulligen en ik ben acteur. En naast dat ik vaak komische dingen speel, zit ik ook bij het Nationaal Theater. Oké. Oh nee. Kijk. Oh nee. Oh, dangerous, ja. Hey, hallo. Rick Paul. Ik ben er. Oh, ik ben zo blij dat ik mag lachen nu. Rick Paul is gewoon niet helemaal te peilen. En hij is heel grappig. En alles in zijn lijf is grappig. Als ik jou zo zie, ja, dan ben je eigenlijk de knappe versie van mij. Ja. Oh nee, Rick Paul. Die mimiek, timing, dat is die verfijning. Daar ben ik heel gevoelig voor. Ah, en daar is Ryan Pandey. Comedian, lid van de Comedy Train en was er vorig jaar ook bij. Toen ik er vorig jaar uitlag, dacht ik maar één ding. Ik wil nog één kans. Eén kans. Ik wil nog één keer meedoen. En die heb ik gekregen. Dus ik ben er weer. Oh! Eigenlijk is mijn tactiek is om meteen iets te doen zodra die zomer gaat. Alleen het vervelende daarvan is dat ik daar dan zelf waarschijnlijk ook om moet lachen. Hey, Danny! Babbel!
dat? Bubbles. Ja, dat telt niet. Hoezo? Ik was hier nog van vorig jaar. Hoezo mag dat? Ik ben al die tijd hier gebleven. Rick Paul is tricky. Moeilijk om niet te lachen als hij aankijkt. En hij weet het. Och. Nou, kijk. Ben ik aan begonnen. Ik ben Soumaya Ahwaoui. Je zou me kunnen kennen van de film Marokkaanse Bruiloft. Of als correspondent bij de avondshow met Arjen Lubach. Oh mijn god, nee. En ik ben totaal niet grappig. Kijk. Oh. Hey. Oh, dit is leuk. Hallo. Wauw. Oh, nee. Soumaya, die ken ik heel goed, is een collega van het Nationaal Theater. Soumaya is de meester in gewoon totaal... Gewoon uitdrukkingloos, gewoon niks, gebeurt niks. In een Brabants boerenkieltje. Van deze mensen die er nu zitten, denk ik dat Rick Palme het moeilijkste gaat maken. Ik weet wat hij kan en ja, dat kan wel eens heel grappig worden. Het is Bram Krikke, de man van 1 miljoen volgers op Instagram. Dan ben je echt een internetsensatie. Ik heb mijn snor dus iets laten uitgroeien. En dat is geen grap, maar hij is iets langer hier bij mijn mondhoeken, waardoor je mijn mondhoeken wat minder goed ziet. Dus ik hoop daarmee een beetje te kunnen manipuleren, dat ik permanent eigenlijk een soort sad smiley face heb. Oh, jongens! Ja, bukken, verstoppen! Ik heb geen podiumervaring, ik heb nooit cabaretvoorstelling gedaan, eigenlijk niks. Dus het wordt sowieso echt een hele kluif. Hey! Hoe gaat het, man? Goed. Kom binnen. Hey, wat leuk. Oh, hey, zit ik in seizoen 1? Zeker, ik ben blijven hangen. Hallo. Is goed? Hey, ja, goed. Hey, ja, is gelijk. Man, wat leuk. Bram Krikke, hele lieve jongen. 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor. Het klopt niet. Bram, voor wie ben jij het meest bang dat er nog iemand mee zou doen? Als er ook mensen van vorig seizoen nog binnenkomen. Ja. Als Bas binnenkomt, ik klaar. Dan pak ik die trolley en dan ben ik weg. Dat, Jeroen, is Nabil Aulad Ayad. Timmert heel hard onderweg als comedian en is bekend geworden bij een miljoenen publiek door Wie is de Mol. Dat is een gentleman, ik ben er klaar voor. Wat? Nee! Gruwelijk, als goed. Hoe kan dit? Nou, ik zie als eerste natuurlijk mijn goede vriend Ryan. En ik denk meteen, holy fuck. Hij weet precies waar mijn pijnpunten zitten. Dus hij kan me sowieso meteen kapot maken. Nabil, wil jij wat drinken? Water. Nabil is een van de twee mensen bij wie ik zo hard heb gelachen dat ik echt dacht dat ik dood zou gaan. Dit is hem, jongens. Oh, man. Ik ben Aniek Vijver. Ik ben acteur. Ik ga er het beste van maken. Hoe zit mijn haar? Oh. Wie of wie? Hey! Leuk! Het is Aniek. Hallo. Dat vind ik heel gezellig. Aniek komt binnen. Ik denk, oeh, dat is echt een serious threat, ja. Jeetje, wie zou er nog meer komen? Ja, ik ben benieuwd. Ja, hè? Twee. Iedereen daarbinnen die een legend verwacht, zal nu zeer teleurgesteld zijn. Allee, de Ruben. Ik zit er voor de tweede keer in. Ik hoop als enige. Mochten er nog wel mensen meedoen van vorig jaar, hoop ik niet. Bas natuurlijk, Bas Hoeflaak. Henry van Loon, Ryan. Voor de rest, bring it on. De bel! Verstoppen! Mijn missie is dat ik er in ieder geval niet als eerste uit ga. Nee, mijn missie is gewoon om te winnen dit keer. Ja, ja. Guess who's back? Ruben. En daar is Ruben van der Meer. Ik vind zijn humor, alles is raak. Zijn lach is gevaarlijk. Ja, dit wordt echt de hel. Ruben, en... hoe gaat het, man? Fucking gaaf dat ik ben, man. Zo, nu allemaal. Ik draai nog één. Wacht even, met hoeveel zijn we dan nu? 9. Ja, nog één. Nog één. Ah, daar is niemand. Wie is er daar? Arjan Ederveen.
Filip, Arjan is een titaan van de Nederlandse comedy. Bekend van 30 minuten en creatief met kurk. En natuurlijk mijn jeugd gekleurd met fantastische Theo en Thea. Ik ben bijna 67, dus ik krijg over een tijdje mijn eerste AOW. Ik ben heel lang. Ik ben heel knap. Heel kaal. Dat ben ik. Kut. Arjen. Nee! Ben ik de laatste? Oh, oh shit. Oh. Hallo. Nee! Er komt niet zomaar iemand binnen. Daar heb ik alles van gezien. Meerdere malen. Iedereen was...